President Chandrika Prasad Santokhi is afgelopen zaterdag afgereisd naar Nederland voor een medisch onderzoek. Het staatshoofd maakt deze reis op advies van zijn medisch team, dat bestaat uit Surinaamse en buitenlandse artsen. Het doel van zijn bezoek aan Nederland is om een aanvullend medisch onderzoek te ondergaan op basis van eerder gedane medische screening in Suriname. De communicatieunit van de president laat weten dat het staatshoofd zich in optimale conditie bevindt. De president zal over enkele dagen terug zijn in Suriname.